Dit is niet een tentoonstelling die je kan genieten van, maar de impact aan je leven, dat willen we weten. Zo, kom maar, kom maar, kom maar. In de samenleving van nu zijn nog steeds sporen te vinden van het slavernijverleden. Dat wordt duidelijk in een nieuwe tentoonstelling in het Afrika Museum in Bergendal. Wij willen dat iedereen die hier komt meer weten over het koloniale verleden. Dat zij meer weten dat het is een verleden van hun ook en niet een verleden van iemand out there. Maar het is ons verleden en wat dat betekent voor hun. Ook in Gelderland kun je sporen van het slavernijverleden vinden. We hebben onderzoek gedaan en zijn eigenlijk nog steeds mee bezig naar sporen van slavernijverleden in Gelderland. Maar ook Nijmegen is daar zeker aan bod gekomen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een meisje wat met een familie meekomt, Surinaams meisje, waarvan we vinden dat ze 2 jaar eerder, ze is in 1832 in Nijmegen gekomen, en 2 jaar eerder is ze vrijgekocht door haar eigenaar. We weten niet zeker of dat haar vader is of dat het iemand is die ze, bij wie ze eigenlijk in de familie is getrokken. We vinden een document over haar dat als degene die haar vrijgekocht heeft overlijdt in Nijmegen in 1834, dat ze een bedrag krijgt van 1000 gulden die hij haar nalaat. Het was een ingewikkeld project, maar alle betrokkenen vonden dat het moest gebeuren. En dat is een gevoel dat je hebt, dat ethically. Het is iets dat we moeten doen. Het is onze verantwoordelijkheid als museum om dit tentoonstelling te doen. Omdat dit verhaal, iedereen in Nederland moet dit verhaal horen en laten zien. En ook iedereen hier in deze regio. Het slavernijverleden is bijvoorbeeld te merken aan namen. De nabestaanden van vrijgemaakte slaven hebben vaak Nederlands klinkende achternamen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die Nijmeegse sporen dan, en ook gewoon in de regio, dan merk je wel dat die geschiedenis veel dichterbij is dan je denkt. Hierachter is nog een muur te zien met alle achternamen die gegeven zijn rond 1863 bij de emancipatie. En die namen verwijzen ook vaak eigenlijk naar het slavernijverleden. En het zijn allemaal Nederlands klinkende namen. Die werden ook gegeven door Nederlandse registratie of de overheid die mensen die vrij kwamen uit slavernij of semi-vrij uit slavernij een achternaam gaven. De expositie is nog tot 3 juli 2022 te bezoeken.